Hallo allemaal en welkom bij Ferm Creatief. Ik ben Ilke en vandaag gaan we samen porselein decoreren. We gaan daarvoor werken met porseleinstift. Dat is eigenlijk een heel makkelijke manier om een saai en eenvoudig servies hipper en trendy te maken. We gaan met de losse hand geometrische patronen tekenen. Dat noemen ze druddelen. En dat is eigenlijk een heel ontspannende manier van werken, waarbij dat allemaal zo perfect niet hoeft te zijn. Hiernaast mij staan al enkele afgewerkte potjes. En wat hebben we daar nu voor nodig? Dus een wit of effen gekleurd servies, keukenpapier met een keukenreiniger of een ontvetter, papiertape en porseleinstift. Zo, we zijn klaar met tekenen. Laat het nu enkele uurtjes drogen en als je het daarna vaatwasbestendig wil maken, dan zet je het een half uurtje op 160 graden in de oven. Ga je zelf aan de slag? Neem dan zeker een kijkje op de website samenferm.be. Daar staat meer informatie en een uitgebreide werkwijze.